Hallo, we zijn hier vandaag op 3 mei met z'n allen samengekomen in Brussel voor de overkoepelende slotzitting van Kras Scholierenparlement. Een plaats waar jongeren van over heel Vlaanderen hun mening mogen geven over kinderrechten. Nu is hier nog niet zoveel volk, maar... Zoals je kan zien zijn we hier vandaag met heel veel. Zo'n 700 jongeren en kastmedewerkers hebben zich vandaag verzameld in Brussel. En er zijn heel veel leuke activiteiten. Drank, info en eetstandjes à volonté. Ik doe mee aan Kras om vooral mijn eigen mening te laten horen en zo ook iets te kunnen veranderen. Dat hoop ik toch. De moties die in de plenaire stemming worden goedgekeurd, die worden doorgestuurd naar de politieke fracties, naar de Vlaamse Jeugdraad en naar de kabinetten die hiermee te maken hebben, zodat de verschillende politieke instanties in België ook te horen krijgen wat dat de jongeren denken. Waarom zou u dan meedoen aan Kras? Omdat het wel eens fijn is om eigenlijk in het parlement te mogen rondlopen. Dat is eigenlijk waar de politici zitten en zo in die commissiezalen te komen zonder dat je eigenlijk zelf een politicus bent. Dus eigenlijk mag je iets doen wat andere mensen niet mogen doen. Achteraf gezien was het een heel leerrijke ervaring, heel interessant. Nieuwe dingen leren kennen, ook veel geleerd over politiek. En dat we onze eigen mening kunnen zeggen, zeker vandaag. Ja, ik vind het wel een uitdagend en mooi initiatief, dat zeker behouden moet worden. En heel interessant.